Hallo, Rizu-vrienden. Hoe is het met jullie? Ja, hier zie je goed hoor. Ja. Prima, prima. Hey, hebben jullie al gestemd op Jans Reviews? Kan hieronder bij de televisier, want die gaan we winnen. Dit is namelijk een grote kanshebber om de online series te winnen bij de televisier. Jans Reviews. Want die hebben Roddelpraten weer uitgeflikkerd. Dus we gaan totaal en geheel inzetten op Jans Reviews. En als jullie helpen, word ik de kampioen. En dat wordt hartstikke leuk natuurlijk. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want ze kunnen mij niet weigeren. Hè? Dus moet je hier naar beneden. En dan dik je dat televisie eraan. Scroll je helemaal naar beneden. Want ik sta er natuurlijk niet tussen. Want er staan alleen maar moeilijke mensen tussen. En dan in het onderste veld staat. Vul even in welke je leuk vindt die er hierbij staat. Jans Reviews. Ja? Krijg je een mailtje. Moet je die eventjes weer, weet ik veel, beantwoorden? Of moet je even je e-mailadres moet je dan verifiëren of zoiets? Nou, en dan heb je gestemd op mij. Dan heb ik straks een prijs. Met een doosje en een paar producten eronder. Dat zou toch prachtig zijn? Maar wat zit daar onder een doosje? Wat heeft ons een beetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Energy drink. Vier verschillende energy drink van Golden Power Energy Drink. We hebben natuurlijk best wel wat energy drink hier gehad. Kan mij niet heugen dat het ooit echt heel erg goed is gegaan. Waarom? Omdat ik het meestal vreselijk vies vind. Omdat ik die kauwgombollen smaak om te kotsen vind. En omdat het alleen maar suiker bevat. En eigenlijk heel erg een smerige smaak heeft. En omdat het eigenlijk niet heel veel energy geeft. Behalve rotte tanden dan. En omdat energy drink ook door een bepaald slag mensen wordt gedronken. Waar ik niks tegen heb, hè? Want ik geef hem iedereen. En ik vind, maar dat zijn dan van die mensen die dan de hele tijd energy drink drinken. Energy drink, energy drink drinken. Moeilijk. En dat kan wel, maar dan denk ik, ja, je stinkt gewoon heel erg naar die bubblegum drank. En het gaat je ook niet helpen. Dus ik vind het moeilijk. Moeilijk product. Golden Power. Energy drink met taurine en cafeïne. Nou, dat zit er altijd in. Zero sugar. Ja, dit is dan de blauwe, is dan gewoon de gewone smaak, neem ik aan. Dan hebben we hier energy drink met taurine en cafeïne. Regular. Oh, dan is dit dus de suikerloze. Dan is dit de gewone. Ja, dan is dit de energy drink met cafeïne. Cola energy. Oh, als mensen cola nagemaakt, dan wordt het meestal zo verschrikkelijk vies. En dit is dan de energy drink met taurine en cafeïne. Dragon fruit. Dragon fruit. Ga ik even opzoeken. Opgezocht, Dragon Fruit is zo'n roze ding. Wat eruit ziet als een vlam. Dragon Fruit, ja, dat kan je kopen. Ik heb hem nog nooit gegeten. Maar ik zie hem wel eens liggen. Hè, bij de groenteboer of in de supermarkt. Denk ik, wat een mooi fruitje. Maar niet wat een mooi fruitje, die koop ik. Want vaak van die tropische fruitjes, die zien er heel leuk uit. Maar de smaak, denk ik dat het zal wat. Dan heb ik nog even wat opgezocht. Weet je waar ze Golden Power verkopen? Bij de Aldi. Ahmed is weer naar de Aldi geweest. Sinds kort zit hij vaak in de Aldi, heb ik het idee. Dus dan kunnen we wel stellen dat dit stront en stront goedkope energy drink is. En dat is meestal dan nog viezer dan de ouderwetse officiële Red Bull. Waar het allemaal mee begonnen is natuurlijk. Dus ja, ik zit met vieze smaakjes. Goedkope energy drink van de Aldi. Heb ik iets tegen de Aldi? Nee. Nee, de Aldi is een aardige winkel. Ze hebben daar echt goede producten. Ik koop daar bijvoorbeeld wel eens vleeswaren. Die zijn echt heel erg lekker. En goed, allemaal Duits. Dus allemaal gründlich en puntlich en lekker. En niks mis mee. Het is daar natuurlijk nog wel goedkoop. Alhoewel, daar zijn die prijzen natuurlijk ook gigantisch gestegen. Dus wat is nog goedkoop? Voor mij is er helemaal niks goedkoop. Ik had laatst. Ging ik met mijn dochter wandelen op het strand, kochten we daarna bij zo'n soort halve snackkiosk een blikje cola. Dan kregen we dus ook zo'n blikje cola van een 25 centiliter blikje. Dat is niet heel veel natuurlijk.
En het kostte €3,40 per blikje. Dus ik godverdomme aandelen in de Coca-Cola fabriek kocht daar in één keer. Heel vreemd. Patatje met kost tegenwoordig van €4,50. €4,50. Ja, ik wou niet terugrekenen naar de gulden, maar dat is meer dan 10 gulden. Voor één aardappel. Er zit één aardappel in een patatje. Ja, ik weet het niet hoor, maar het is toch allemaal wat duur, als je mij vraagt. Maar goed, bij de Aldi hebben ze hele goede producten. Ja, het is natuurlijk wel een beetje, laten we zeggen, de winkel is goedkoop. Zo ziet het er ook uit. Het is allemaal neergeflikkerd in die dozen. En de mensen die er vaak winkelen, die kijken altijd een beetje verdrietig. Die kijken altijd een beetje van, ik had er toch wat meer van verwacht in mijn leven. Het is niet helemaal gegaan zoals ik wilde. Zo kijken die mensen. Maar achter de kassa, valt mij op, zitten altijd hele vrolijke mensen. Waar je bij Albert Heijn nog wel eens een chagrijntje tegenkomt. Is bij de Aldi zitten er altijd wel mensen die zeggen goedemorgen. En dan denk ik, nou, ja, hartstikke knap. Ja, hartstikke knap. Zit je godverdomme bij de Aldi achter de kassa. Dat is misschien al niet het begin van een leuke dag. En sta je de hele dag van die droevige mensen te helpen. Mensen van die hoop van, ja, ik zou ook liever gewoon een aanmerk willen kopen. Maar ja, het zit er niet in. Godverdomme. Met dat soort hoofden. En dan moet je die dan de hele tijd helpen. En dan blijf je vrolijk. Nou, dat vind ik je topper. Ja, ik vind sowieso mensen die wat maken van hun baan toppers. Je hebt ook van die chagrijnen. En die zijn in de horeca. Die gaan chagrijnig in de horeca werken. Als er toch één baan is waar je niet chagrijnig bij moet zijn, is het in de horeca. En je weet al dat je daar werkt. Waardoor je weet dat je die mensen koffie gaat brengen. Dan kun je dat toch ook vrolijk doen. Goedemorgen, alles goed. Lekker kopje koffie, alsjeblieft. Dan ben ik nog wel in staat om naast die €3,50, wat tegenwoordig een kopje zwarte koffie kost, 50 cent voor je erbij te doen voor je. Maar als je het chagrijnig voor me neerflikkert, krijg je helemaal niks. Ja, de touwtering, dat kan je krijgen. Enfin, na al deze opbeurende woorden, misschien tijd om te beginnen met de review. Je ziet toch dat sinds ik dus eigenlijk bijna genomineerd ben voor die prachtige Gouden Televizierprijs, die ik ook ga winnen als jullie het invullen, dat ik toch alweer anders. Nee, ik ben toch alweer maatschappelijker, meer betrokken. Voorheen scheurde ik zo'n blikje open, zei ik niet te zuipen, klaar. Nee, het is meer. Mooi. Nou, ik begin maar met de gewone. De Golden Power Energy Drink met taurine, cafeïne, regular. Nou, daar komt die. Ja, kauwgomballen. Wat is dat toch smerig? Maar, dat gezegd hebbende, vind ik deze niet zo heel erg smerig vergeleken met andere nep Red Bulls. Ik denk zelf dat ik deze nog wel lekkerder vind dan een gewone Red Bull. En dan niet tegen mij geroepen, ja, maar je bent fan van de Aldi, want dat valt er ook wel mee. Hè? Ik probeer het alleen een beetje leuk te houden. Is deze vies? Ja. Waarom? Het is inderdaad gewoon energy drink. Het is zoals energy drink is, alleen hij is niet zo heftig. Het is een beetje een vlakke energy drink. En die kauwgomballen smaak is ook niet zo heel heftig. De prik is ook niet zo heel heftig. Je betaalt er ook helemaal geen ene moe voor. Hè? Misschien heeft dat ermee te maken dat ze er gewoon niet zo heel veel kunnen instoppen. Hoe is dan de zero sugar van de Golden Power? Kijk met neushoorntje erop. Kijk, daar loopt hij. Kijk, daar loopt hij. Dat is al heel vreemd, want de Golden Power Zero Sugar, die smaakt heel anders dan de regular. Kan je natuurlijk wel zeggen, ja vriend, dat komt omdat hier suiker in zit en daar niet. Maar is het niet de bedoeling om zero's, hè, de vroegere light, hetzelfde te laten smaken als zeg maar het suikerrijke product? Dat is hier totaal niet gelukt, want deze is gewoon een stuk zuurder. Die zijn ietsje minder lekker dan de regular hoor. Godsamme kraken. Dan gaan we hier natuurlijk de fout in. Want wat gebeurt er? En dat zie je altijd overal. Zeg je laat nog bij de mentors. Dan denken ze op een gegeven moment, we hebben nog een smaakje nodig. En dan zit er een of andere koekenbakker. En die zegt, misschien is cola wel een leuke smaak. Dan zou altijd als er zeg maar, iemand bij is die directeur zou zijn. Dan, tegen diegene moet zeggen, nee. Geen cola smaken, want dat is altijd smerig. Dus maar één Coca-Cola, en dat is Coca-Cola. Voor de rest is alles smerig. En als wij dan een goedkope cola smaak maken in energy drink, is het helemaal niet te achelen. Dus dat gaan we nooit meer doen. En vanaf nu
Werk jij niet meer in de creatieve sector bij ons bedrijf? Jij mag, weet ik veel, post gaan rondbrengen. Want Coca-Cola is een heel slecht idee van je. Oh, die CEO was er niet. Dus je hebt toch wel power drink en hoe heet het? Golden power Coca-Cola energy drink gemaakt. Nou, dat gaat niet goed. Nee, dat gaat niet goed. Gadver. Oh. Dan zou je denken, dat smaakt als Coca-Cola en energy drink bij elkaar gemieterd. Nee, dan zou je nog kunnen denken, dat kan. Zo smaakt het niet. Het smaakt naar, ja, het smaakt naar, alsof je dit gif... Kijk, je zo'n pompje dat ze dan zo... Dat ze dan gif over de plantjes heen spuiten. Als dit eruit zou komen, zou ik dat best begrijpen. Ik denk dat hier insecten ook dood van gaan. Het is niet te geloven smerig. En het heeft dan zo'n ongelooflijke rare... extreem zure afdronk. Het is een combinatie van ook van verschillende soorten azijn en gif. En heeft dat iets met Coca-Cola te maken? Ja, heel ver in de verte smaakt het naar droppies die op Coca-Cola moeten lijken. Die ook al niet op Coca-Cola lijken, maar die hebben dan de Coca-Cola smaak van drop, van die snoep, van die snoepies, van die cola snoepies. Van Haribo en dat soort dingen. Die smaken dan naar een bepaalde smaak en dan zeggen ze dat het cola is. Smaakt niet echt naar cola. En daar smaakt dit dan in de verte naar. Het is gewoon heel vies. Het is echt heel vies. Nou, om dan leuk af te sluiten, dan gaan we nog eventjes naar de Golden Power Dragon Fruit. Ja, ik had die troep gewoon laten liggen als ik het was. Ik had me gewoon, laten we zeggen, al mijn kracht gestoken om deze blikjes lekker te maken. Maar ja, er moest toch nog een smaakje bij komen. En Dragon Fruit, ja, nou ja, goed, dan proeven we dat waar. Godverdomme. Oh, ik weet niet hoe Dragon Fruit proefde, maar als dit Dragon Fruit is. Mijn hele spacelklieren die schieten helemaal, in de stress. Mijn hele bek loopt vol met vocht. Dragon Fruit, is dat zo smerig? Nou ja, dit drankje is waarschijnlijk al smerig, maar de Dragon Fruit. Nou, dit heeft niks meer met visdrank te maken. Dit is gewoon... Oh, wat is dit vies. Het is heel extreem zuur. Dat is de rest eigenlijk ook al. Maar dit heeft nog een hele scherpe, zure smaak. En dus blijkbaar is er nog een Dragonfruit smaak erbij. Maar het is echt... Oh, mijn hele maag keert zich om. En ja, weet je, ik word hier niet lekker van. God, wat is dat vies. Gadverdamme. Tijd voor de cijfertjes. Ja, dan krijg je ervan als je meerdere blikjes energy drinkt. Drinkt van, nou ja, van de Aldi, maar van elke soort. Ik weet niet of die boertjes nou handig waren. Want dat zou dan wel weer een reden kunnen zijn voor die nakketikkers van televisier om mij uiteindelijk ook uit te sluiten. Dat er opeens morgen in het reglement staat dat je ook geen boertjes mag laten. Aver. Het was heftig. Dit was een heftige reis. Maar ik ga jullie vertellen hoe het zit met de cijfertjes. Dit is vergif nummer 1. Dragon Fruit Energy Drink van de Aldi, van de Golden Power. Die geef ik een 2. Ik denk dat als je een oma hebt, waar je van hoopt te erven, maar dat de kring maar niet doodgaat, geef er een blikje van deze en klaro. Het is niet normaal smerig. Een normaal mens trekt dit niet, kan ik je vertellen. Een ziek mens is gelijk, stopt ermee. Ja, echt. En dan proberen die koekenbakkers ook nog een keer Coca-Cola smaken toe te voegen, wat natuurlijk ook niet kan. Zo verschrikkelijk zuur dat je tanden spontaan afscheid van je nemen en zeggen, ja, zoek het dan zelf maar weer uit als je dit soort drankjes wil drinken. Dit is ook niet heel veel beter dan een 3. Ja, keihard vandaag. Keihard. Dan hebben we de Golden Power Energy Drink van de Aldi Zero Sugar. Is niet lekker, maar het grootste probleem is, hij smaakt totaal anders dan de regular. En dat is niet de bedoeling, je gebruikt geen suiker. Prima, dan flik je hier wat in die aspartame en andere troep in. Maar dan moet hij niet helemaal afwijken van de smaakvrienden van de Aldi.
Dus dit is ook een A'tje. Die krijgt van mij een 4. Ga je dan de regular ook een waardeloos cijfer geven? Nee. Want de regular is niet zo heel erg vies. Van de meeste energiedrinken die ik heb gedronken, is dit eigenlijk een van de, ja, nou, lekkerste wil ik niet zeggen, minst vieze. En vergeleken met al zijn broertjes hier, is dit het witte schaap van een totale zwarte kudde. Dus deze, de regular energy drink van Golden Power, krijgt van mij gewoon een 6. Ja? Dat betekent niet dat ik dat aanraad om te kopen of te drinken, want het is allemaal vergif. Ja? Mooi. Nou, vergeet niet te stemmen, hè? Mm-hmm.